Als ondernemer heb je twee vijanden. Eén is geld en twee is tijd. Je bent altijd druk, je bent bezig met je business, maar wil jij een beter bedrijf bouwen, dan zul je in je agenda tijd moeten gaan inruimen. Met klanten praten, met medewerkers praten, met partijen om samen te werken gaan praten, en dat kost gewoon tijd. Dus stel, je pakt al één dag in de week en je zet een kruis in die dag en je zorgt dat je dan alleen maar bezig bent met het bouwen aan een beter en mooier bedrijf. De tip die ik zou willen geven is: neem alles wat je mensen zeggen volstrekt serieus. Als je je mensen serieus neemt en echt luistert, dan zul je merken dat ze zich steeds veiliger voelen in het delen van creatieve ideeën. En de creatieve ideeën van je mensen, die bouwen de innovatie, die bouwen het businessmodel van morgen, die bouwen het succes. Ik denk een beter bedrijf, nou ik wou zeggen, begint bij jezelf, bij het individu. Ik durf te beweren dat het probleem niet is dat we met z'n allen te hard werken of dat wij ook te hard sporten. Maar het probleem zit erin dat we onvoldoende herstellen van de inspanningen die we door de dag heen hebben. En dat betekent dus extra aandacht aan slapen, aan bewegen, aan voeding, aan echte ontspanning en tijd voor jezelf. En volgens mij maak je daarmee het verschil vandaag de dag. Als je je bedrijf wilt uitbouwen, dan kun je je verhaal het beste vertellen met behulp van of in samenwerking met de redactie. En dat is namelijk branded content. Betaald door de merk en bedrijf, content gemaakt in samenwerking met de redactie. En als je dat doet, komt je boodschap eigenlijk beter over. Je krijgt meer aandacht, de boodschap wordt ook beter gewaardeerd en het merk blijft beter hangen. Nou, ik heb drie, dat is één tip eigenlijk met drie dingen. Eén, ga kijken naar je productie- en bedrijfsprocessen. Je gaat die zo snel mogelijk digitaliseren. Digitaliseer je productie- en bedrijfsprocessen. Twee, ga kijken naar nieuwe technologie die op de markt is. Voor een maakbedrijf kan dat zijn 3D-printen, big data-analyse, alles wat te maken met kunstmatige intelligentie, robot. Iedereen denkt, nou die robots zal wel komen, maar die komen er allemaal aan, die robottechnologie. Dat hebben we vandaag ook gezien. En kijk ook tegelijkertijd naar alles wat te maken heeft met klimaatmaatregelen. En daar heeft nog niemand rekening mee gehouden. Er is een groot verdrag gesloten in Parijs, wereldwijd. En we krijgen de komende jaren, elk bedrijf krijgt te maken met klimaatmaatregelen.